Goedemorgen, mijn naam is Rick Verslokma, 21 jaar. Ik speel bij Tectum Achel in België. En vandaag neem ik jullie een dagje mee in het leven hier. Er staat vandaag maar één training op het programma. Dat is vanavond om 6 uur een baltraining met de jonge jongen. Niet iedereen is er vandaag. Sommige jongens trainen bij ons maar 3 keer in de week. Het zijn de oude gasten die werken ook. Dus de jonge jongens doen veel ook eigen dingen. En zo ik ook, 's ochtends. Soms is dat cardio, soms is het krachttraining extra, maar nu is dat hardlopen. Dus ik ga even een rondje hardlopen vandaag. Dus ik leg de telefoon even weg en jullie zien mij zo meteen weer. Ciao! Nou, ik ben weer thuis. 3 kilometer hard gelopen, lekker in het zonnetje. Was wel extra warm daardoor, maar dat is weer lekker. We hebben wat gedaan, dus zo even een ontbijtje maken. En dan, niet zoveel eigenlijk, maar... als ik nog wat nuttig doe, dan film ik het wel, dus dan zien jullie het. Ik heb net even gedoucht, nu tijd voor een ontbijtje. Ik ben even een ijsje aan het bakken. Gaan we lekker even buiten opeten. Dus even genieten hoor, dit. Oké, het is bijna 5 uur, dus tijd om te gaan eten. Voor mij the usual, een beetje pasta. En zometeen neem ik jullie mee naar de hal. En dan gaan jullie wat teamgenoten wel ontmoeten. En dan gaan we trainen. Net gegeten, tassen gepakt, alles klaargemaakt, dus time to go. Daar zijn we dan in de hal. Ik ben als eerste in de spelersruimte, dus ik mag de lichten aandoen. Dit is de spelersruimte. Hier wordt voor de training en voor de wedstrijden wordt er een praatje gehouden. En kan je omkleden voor de training. En hier hebben we nog zelfs een gedeelte van de krachttraining wordt hier nog gedaan. We zijn nu in de hal, ben ik met Michiel. We doen een warming-up vandaag. We hebben een kleine groep vandaag. We zijn met 6-7 man. En we gaan zo trainen. Bijna weekend, de week is weer op middag. Lekker bezig jongens. Mitchie, alles goed? Ja. Mooi zo. We zijn net klaar met de training. Dion, wat vond je van de training? Ah, al klaar ermee eigenlijk, maar ging wel lekker. Mitchie, vond je van de training? Daar zit er weer op. Dat is goed. Jongens. Oeh. Hoppa. Dionneke. Ja, goedemorgen man. Rustig aan hè. Yo. Zo, healthy boy, Guillaume. What are you making? Some pasta, some beef, some carrots, and a bit of cottage cheese. Looks good. Perfect nutrition for a sport guy. Ik woon in het huis met 3 andere jongens. En dit is de keuken. Ole maakt wat eten. Ole, what are you making? I made some potato soup with some beans and vegetables. Nice. Enjoy. Thank you. Dit is de keuken. We lopen door naar de woonkamer. En hier is Guillaume, yeah. Sitting on his regular spot, like always. Like always. Kijk op tv, woonkamertje. Het is weer het einde van de dag en dat betekent tijd voor wat ontspanning. En dat doe ik meestal lekker op mijn kamer. Of Netflix aan en een filmpje kijken. Of potje Fortnite spelen. En dat gaat vandaag gebeuren. Dus bedankt voor het kijken allemaal. Ik hoop jullie snel weer te kunnen zien in de hal. Dat iedereen weer kan komen supporten. Maar voor nu, stay tuned achter je beeldschermpje. En tot gauw. Ciao.